Ja, dag beste kijkers. Van harte welkom met onze nieuwe verkiezingsprogramma. 25 mei moet iedereen naar de stembus gaan. Zondag. Dus op wie moeten wij kiezen? Dus vandaag hebben wij CD&V uitgenodigd, zodat wij kennis kunnen maken met onze gasten. De heer Steven van Akkeren. Welkom naar de studio Maghrib TV. U bent kandidaat Europese lijst, derde plaats. Van harte welkom. De heer Lahlali Abdelrahim, u bent kandidaat voor het Vlaams parlement, elfde plaats. Van harte welkom, CD&V. Aan u het woord, meneer Steven van Akkeren. Ik wil toch een kleine opmerking doen. U bent gewezen minister van Buitenlandse Zaken. Klopt. U bent ook een gewezen minister van Financiën geweest. Ja. Ik lees hier, u bent de betrouwbaarste minister van Financiën van de eurozone geweest volgens de Financial Times. Het was in ieder geval wat de Financial Times zei. En ik denk in alle eerlijkheid en alle bescheidenheid dat dat ook vooral sloeg op de enorme inspanning die er in België was geweest in het jaar na die enorme hoge rentestanden. We hebben toen in één jaar tijd enorm veel opgeknapt en de Financial Times heeft dat blijkbaar gezien en heeft me dan inderdaad betrouwbaarste minister van Financiën van de eurozone genoemd. Maar dat was een inspanning denk ik van heel veel mensen en niet in het minst van de Belgische gezinnen die hier mee bijgedragen hebben om terug orde op zaken te brengen. Van harte, ja, meneer de minister, ik begrijp uw nederigheid. We gaan het hebben over natuurlijk, u bent kandidaat voor Europees Parlement, over buitenlandse zaken. Wat is de visie van CD&V in verband met de relaties tussen de Maghrebijnse landen enzovoort? U moet weten dat in Europa bij de lidstaten van de Europese Unie, zeker bij de nieuwkomers, en dan moet je denken aan landen zoals Polen, maar ook de landen van de Balkan en zo, is er een heel grote neiging om te zeggen, we moeten naar het oosten kijken. We moeten kijken naar de nieuwe landen, Oekraïne, Wit-Rusland en dat soort van landen. Daar moeten we onze nabuurschap goed mee ontwikkelen. België, en ik kan dat echt met grote overtuiging zeggen, en ook zelf heb ik daaraan bijgedragen, heeft altijd gezegd, laat ons eerst kijken naar onze goede nabuurschap met onze buren van de Middellandse Zee. En dus zorgen dat wij ten aanzien van bijvoorbeeld de ontwikkelingen sinds de Arabische lente, dat we daar aandachtig zijn. Ik denk ook dat we dat bewezen hebben in ons buitenlands beleid, dat voor ons het zuiden bijzonder belangrijk is. Niet alleen voor de stabiliteit, maar ook voor de ontwikkeling van goede relaties, waarbij dat we uiteraard de economische belangen niet uit het oog verliezen, maar gewoon ook vinden dat we als Europees vasteland een echte verantwoordelijkheid hebben voor onze wijde omgeving. En het doet me bijvoorbeeld verdriet, u gaat er misschien ongetwijfeld nog over spreken, dat een conflict zoals in Syrië, dat nog altijd blijft aanslepen. En je voelt daaraan dat als wij sterker willen kunnen ingrijpen op dat soort van situaties, dat we ook een sterker Europees buitenlands beleid moeten hebben. Dat is een van de speerpunten van CD&V, om te vinden dat wij, ook al zijn we 28 soevereine staten, dat we moeten begrijpen dat we alleen maar impact kunnen hebben op onze omgeving als we veel meer met één stem spreken. En dus met andere woorden ook afspreken dat sommige beslissingen gezamenlijk worden genomen en ook gezamenlijk uitgevoerd. Inderdaad, België kan een belangrijke rol spelen. De Arabische wereld, als ik met de Arabieren praat, dan hebben ze altijd een positieve beeld van België. België is altijd neutraal. Maar dat verbaast me niet. Ik ben in Tunesië geweest vlak na de revolutie. En wij hadden toen al eigenlijk bij het voorgaande regime heel kritische bewoordingen laten horen. Ja. En dus de mensen die een einde wilden stellen aan datgene wat daar eigenlijk de kansen van de mensen beknotten, waren heel blij dat wij een van de eersten waren om Tunis te bezoeken. En je voelde meteen aan dat de toon en de stijl van de Belgen, die eigenlijk relatief bescheiden is. Wij komen zelden binnen in een land om te zeggen, we gaan nu eens wat lesjes leren. Nee. Maar altijd bereid om een handje te helpen. Dat zeer gewaardeerd is. En uiteraard, we hebben in Libië toch ook wel een heel grote verantwoordelijkheid genomen. Op het ogenblik dat daar tot het gewapend conflict werd overgegaan. Dat is men niet vergeten, dat op het ogenblik dat Gaddafi op zijn mensen aan het schieten was, dat België bereid was van niet alleen woorden te spreken, maar ook daden te stellen om te proberen dat daar terug goed te krijgen. Het laatste wat ik daarover wil zeggen, hè, dat is, het gaat niet alleen over zorgen dat de oorlog gewonnen wordt. Je moet de vrede ook winnen. En eigenlijk de periode na zo'n revolutie is nog veel belangrijker. En dan gaat het erover dat je mensen kansen moet geven om aan een job te geraken. En daar is denk ik wat meer vasthoudendheid, wat meer duurzaamheid in de inspanning nodig. En ook goede relaties tussen de landen. Zeer goed, meneer de minister. Ik wil hier nu eventjes
naar meneer Lally. Ja, meneer Lally, wat zegt CD&V in verband met onderwijs? Onderwijs, hervorming van onderwijs. We weten, onderwijs is zeer belangrijk voor de toekomst. We zien dat er veel jongeren het school verlaten zonder diploma. 1 op 4. Voornamelijk mensen van Maghrebijnse afkomst enzovoort. Ik wil weten wat CD&V van plan is om te investeren in het onderwijs. Voor eerst, salam alaikum. Ik groet ook de kijkers en groet u uiteraard. Ook. Het is een genoeg om vandaag hier ook aanwezig te zijn. Ja. Zoals u terecht hebt aangehaald, onderwijs is een zeer belangrijk element. Het is ook een zeer belangrijke speerpunt in onze programma van CD&V. Ja. Wat betreft de cijfers, als u mij toestaat, zal ik zeer kort een aantal cijfers naar voren willen brengen. Voor eerst stellen we vast dat 1 op de 5 kinderen tot hun 12-jarige leeftijd al op 12-jarige leeftijd al 1 jaar achterstand, schoolachterstand hebben opgelopen. Dat 1 op de 10 kinderen zonder diploma, dus zonder secundair diploma, de schoolbanken verlaten. Dat we ook opmerken dat 6.000 leerlingen jaarlijks in Vlaanderen hun ASO-diploma niet behalen en stoppen met verdere studies en stoppen zelf met hun secundaire opleiding. Dat zijn 3 cijfers die mijn inziens van essentieel belang zijn en ook voor onze partij. We willen absoluut investeren in onderwijs. Daarom dat we ook pleitbezorgers zijn voor inderdaad een onderwijshervorming. Zoals u ook weet, heeft onze partij, heeft onze minister-president in de Vlaamse regering een voortrekkersrol gespeeld en inderdaad een akkoord afgesloten met onze coalitiepartners om ervoor te zorgen dat die onderwijs wordt hervormd. In het belang van eenieder. In het belang van eenieder. We stellen momenteel vast dat de sociale ongelijkheidskloof enorm sterk is in Vlaanderen. We moeten daar eerlijk over zijn. We durven daar ook eerlijk over zijn. We moeten zoeken naar oplossingen. Dus zeggen wij van kijk, we moeten gaan naar een nieuwe hervorming. Uiteraard in samenwerking met onze sociale partners, in samenwerking met de onderwijsnetwerken. We gaan dat uiteraard niet op ons eigen doen. Dat is een zeer belangrijke nuance. En welke punt willen wij onder andere ook naar voren brengen, is ervoor zorgen dat de keuze wordt niet op 12-jarige leeftijd bepaald, maar wel 2 jaar later, op 14-jarige leeftijd. Waarom? We willen ervoor zorgen dat tijdens de eerste graad een sociale mix is. En dat we geen elite scholen hebben, en dat we geen zwarte scholen hebben, of concentratiescholen. Nee, een sociale mix en sociaal onderzoek. U weet, van de week heeft VUB ook met een rapport naar buiten toegetreden en hebben ze gesteld dat er geen sprake is van nivellering als we inderdaad de keuze voor het onderwijs, eigenlijk, of voor een verdere opleiding in het secundair onderwijs, verleggen naar 14 jaar. Dus de sterkere leerlingen zullen er sterker uitkomen en de zwakkere leerlingen zullen verbeterd worden door die communicatie, door die sociale mix met de sterkere leerlingen. Dus zeggen wij en pleiten wij ervoor om inderdaad onze hervorming, of tenminste de onderwijshervorming, inderdaad ook te implementeren. Gaat dat zo nog blijven bestaan? Dat is een mooie vraag en ook een vraag die veel mensen ook beroert. Ons gaat het over, wij willen eigenlijk heten de dagen bij 200 à 300 studierichtingen. Je moet zich inbeelden, 200 à 300 studierichtingen in Vlaanderen en in Brussel. Wij zeggen, we moeten dat inderdaad clusteren. Wij zijn voorstanders van beleidsdomeinen. Wij willen inderdaad gaan naar domeinscholen waar wij onder 4, 5 verschillende clusters zullen vallen. Wetenschap, bijvoorbeeld, welzijn, kunst en noem maar op. Het zijn er 5 verschillende clusters. Waaronder wij ervoor willen zorgen dat tijdens de eerste graad eigenlijk algemeen oriënterend is. Algemeen oriënterend wil zeggen, het is geen eenheidsworst, nee. Maar we zullen rekening houden met elke talent. We zullen met andere woorden de basispakket eigenlijk laten vaststellen op basis van de behoeften van de leerlingen. Dus zullen we inderdaad moeten evolueren, nu op korte termijn, naar een systeem waar we inderdaad die tussenschotten zullen moeten wegwerken. Hè? Die tussenschotten tussen BSO, TSO en ASO. Niet in het minst, omwille van de stigmatisering die er momenteel ook heerst. Als we enkel maar het woord BSO of TSO uitspreken, weet u dat we vaststellen dat de laatste 10 jaar 25% minder studenten in het technisch secundair onderwijs aanwezig zijn, terwijl onze chemiesector kreunt in een tekort aan technisch geschoolde leerlingen. Dus wij denken dat we inderdaad moeten gaan naar een volgende niveau, dat wij gaan naar een onderwijsniveau. U zegt? Knelpuntberoepen. Ja, inderdaad. Knelpuntberoepen moeten ook herwaardeerd worden. Er zijn heel wat knelpuntberoepen die niet ingevuld geraken omwille van inderdaad de mismatch tussen de verschillende tussenschotten die wij ook moeten wegwerken. Ja. Dat is absoluut een prioriteit, ook voor mijn partij, ook voor CD&V. Okay, en als ik even mag zeggen, Abderrahim Lalali is zelf ook een typisch voorbeeld van het bewijs dat het kan. Ja. Dat je wel degelijk in staat bent om vanuit welke achtergrond dan ook tot, hij heeft zich ontwikkeld tot een gerespecteerd advocaat, tot iemand die werkelijk toonaangevend is. Het is dus perfect mogelijk, ook al was het milieu waaruit hij kwam nu niet speciaal zeer geprivilegeerd. Dat moet u echt niet denken. Hij heeft er ook voor moeten knokken. Maar dat betekent ook dat men naast de dingen die Abderrahim aan het noemen is, dat we ook veel aandacht moeten hebben voor de start in het leven. En voor de omgeving thuis. De betrokkenheid van de ouders is van cruciaal belang om
kinderen kansen te geven. Ja. En ook de voldoende vroege participatie aan het kleuteronderwijs, ja, hoe banaal dat ook mogen klinken, ja, is echt de eerste opstap naar een schoolcarrière die succesvol kan zijn. En dus we willen ook inzetten, niet alleen met sancties of met regels, maar ook met een echt bemoedigend beleid om ervoor te zorgen dat de allerjongsten van in het begin in dat bad van het kleuteronderwijs een taalvaardigheid aanleren en inderdaad in staat zijn om zich te wapenen voor de rest. Niet alleen om knelpuntberoepen in te vullen, maar om zoals Abderrahim, gerespecteerde advocaat te worden of dokter, ja, of wat dan ook. Dat is een voorbeeld voor de jongeren, Abderrahim. Hoe hebt u het behaald? Dus inderdaad, ik ben hoe kan jij de jongeren aanmoedigen om toch verder te studeren? Als ik mijn eigen als voorbeeld mag nemen, hè, zoals Stefan Akterrecht heeft aangehaald, ik ben eigenlijk opgegroeid in Gent, in de Brugse Poort. En Brugse Poort is een volkswijk die eigenlijk op sociaal vlak eigenlijk achtergesteld is. De waarheid heeft ook zijn rechten. Ik heb het geluk gehad, en dat mag niet afhankelijk zijn van geluk, ik heb het geluk gehad dat ik een voorbeeldfiguur had die iets ouder dan mij was, die mij letterlijk bij wijze van spreken heeft meegesleurd om me in te schrijven in het Sint-Amandisch College in Gent. En nadien letterlijk heeft meegesleurd om me in te schrijven aan de universiteit in Gent voor de opleiding in de rechten. Was natuurlijk ook nog belangrijk dat er ook een minderwaardigheidscomplex aanwezig is. Ja. Ik kan u garanderen, toen ik in het zesde studiejaartje zat, was ik de tweede van de klas. Weet u dat toentertijd de PMS mij heeft geadviseerd om eigenlijk eerder de TSO of de BSO te volgen, omwille van mijn huiselijke sociale context. Ja. Toentertijd was het de PMS, ja, eind jaren 80 of eind jaren 90 was het de PMS. PMS, ja. Nu is het inderdaad naar het Centrum Leerlingenbegeleiding, die uiteraard een andere structuur kent. Het CLB verrichtte weliswaar nu inderdaad goed werk. Wij willen daar ook in investeren als partij. Maar toentertijd werd ik inderdaad niet goed geadviseerd, omdat wij ook die omkadering ook totaal misten. Dus het is omwille van een aantal factoren die in mijn leven een belangrijke rol hebben gespeeld op twee scharniermomenten. Op het moment dat ik de keuze moest maken voor van het zesde studiejaar naar het eerste middelbaar, 12 jaar. Daarom dat wij ook als partij zeggen, die keuze moet ietsje verlengd worden naar 14 jaar, waardoor je eigenlijk een speerruimte hebt van 2 jaar om een goede keuze te maken. En op het moment dat ik 18 jaar was, had ik inderdaad ook een voorbeeldfiguur die mij de baan heeft geleid om inderdaad hogere opleidingen te volgen. En ik wil enkel maar mensen engageren en zeggen van kijk, u kan ook inderdaad ook ongeacht uw sociaal-economische achtergesteldheid ook een voorsprong nemen in het leven door inderdaad de juiste keuzes te maken. En wij zeggen als CD&V, we willen die mensen ook steunen. Daarom dat we absoluut een pleitbezorger zijn voor de hervorming van onze onderwijssysteem. Inderdaad, jongeren zijn zeer belangrijk. Die zijn de toekomst van ons land, meneer Van Akkeren. Serieuze kwestie. Het is een gevoelige kwestie. Het is nog niet opgelost. We zien dagelijks beelden van kinderen die sterven in de oorlog. Natuurlijk, als het daar niet rustig is, dan is het ook hier niet rustig. Wij horen ook heel veel jongeren die vertrekken naar Syrië. Hoe kunnen wij dat beletten? Laat ons de twee dingen tegelijkertijd eens bekijken. Je hebt natuurlijk de situatie in Syrië zelf, maar laat ons eerst eens naar België kijken. Waarom zijn er hier vandaag jonge mensen die denken dat ze daar iets kunnen bereiken, iets positiefs kunnen realiseren door te gaan vechten? Ja. Die vraag op zich verdient al een antwoord en die staat al bijna los. Niet helemaal, maar die staat zelfs een beetje los van de werkelijke situatie op de grond in Syrië. Te veel jongeren in België vandaag zien vandaag onvoldoende perspectief. Hebben onvoldoende een zicht op hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Leven in een omgeving die zij als frustrerend ervaren. En hun jeugdige energie die zoekt uitwegen die niet productief zijn. En dus voor we nadenken over hoe gaan we het in Syrië aanpakken, moeten we ook nog eens kijken, wat kunnen wij in België doen om ervoor te zorgen dat alle jonge mensen het gevoel hebben dat zij deel uitmaken van een samenleving die op een beschaafde manier ervoor kan zorgen dat zij kansen krijgen en dat de frustratie niet zoveel kans krijgt. Want de meeste jongeren die de verkeerde beslissing nemen om te zeggen ik ga daar gaan vechten, die zijn natuurlijk op sleeptouw genomen door mensen die echte rattenvangers van Hamelen zijn. Mensen die verhalen vertellen die niet kloppen, die niet juist zijn, maar die de geesten kunnen beïnvloeden. Vernietigers. Dankzij het feit, ja. En dus het eerste wat het Belgische beleid zoveel als mogelijk moet doen, dat is paal en perk stellen aan de mensen die ophitsend bezig zijn. En daar moet ze denk ik zonder genade zijn. Er zijn een aantal mensen die gewoon een eigen agenda hebben en die jonge mensen in dwaalideeën brengen en daar moet tegen opgetreden worden. Aan de andere kant natuurlijk moet je erkennen, waarom is er een voedingsbodem voor dat soort van verhalen? Omdat er frustratie is. En dan kom je eigenlijk op datgene wat Abderrahim Lalali daarnet ook al vertelde. Als we kunnen zorgen voor goed
goed onderwijs. Als we kunnen garanderen dat, mits je een beetje je best doet in België en je hebt een goed onderwijs, dat je niet zult geconfronteerd worden met discriminatie op de arbeidsmarkt, maar dat je zult gewaardeerd worden op het niveau van je talenten, dan is de kans voor dat soort van volksmenners veel geringer. Ik denk ook in het algemeen, wij zijn een partij, CD&V is een partij die niet bang is van het religieuze feit. Wij zijn eigenlijk, ook al erkennen wij natuurlijk de scheiding kerk en staat, ja, wij horen tot een partij die het normaal vindt dat ook de religieuze overtuigingen, alle overtuigingen, een rol spelen, omdat we vinden dat een samenleving opgebouwd is ook uit waarden en niet alleen uit regels. Maar het is wel zo dat wanneer men in de moskeeën, wanneer men voor mijn part in om het even welke andere plaats waar godsdienst wordt beoefend, wanneer men daar verdraagzaamheid pleit, ja, dan is dat een constructieve kracht. Wanneer men daar onverdraagzaamheid pleit, dan moet men daartegen optreden. En dat geldt voor alle religies, dat geldt voor alle overtuigingen. Ik heb al voldoende mensen gezien van alle mogelijke gezindheden die onverdraagzaam zijn, om te beseffen dat onverdraagzaamheid niet het monopolie van de ene of de andere is. We zijn eigenlijk mensen, we moeten elkaar helpen en steunen. En dus daar, denk ik, heeft de overheid een belangrijke taak om te zorgen dat er een goede omkadering is. En dat diegenen die ook bereid zijn om bij te dragen tot een klimaat van vertrouwen en een klimaat van verdraagzaamheid, dat die zoveel als mogelijk kansen krijgen. En dan kun je inderdaad jongeren zoveel als mogelijk tegenhouden om naar dat soort van conflicthaarden te gaan. En dan over Syrië zelf. Ja, ik ben geen minister van Buitenlandse Zaken meer, maar ik blijf inderdaad vinden dat mochten wij met de Europese Unie over een nog sterkere eensgezinde positie kunnen beschikken, dat voor heel veel situaties in onze nabuurschap wij sterker zouden kunnen spreken. Het is eigenlijk enkele jaren geleden een beetje een schande geweest dat de Balkanoorlog op zeker ogenblik de tussenkomst van de NAVO en van de Verenigde Staten heeft teweeggebracht. Je zou eigenlijk denken dat met z'n 28 dat wij als Europese landen sterk genoeg zouden moeten kunnen zijn om ook ten aanzien van onze nabuurschap te helpen dat mensen die de terechte wil tot democratisering willen realiseren, dat die dat kunnen doen zonder te vrezen voor hun eigen leven in het kader van een of andere burgeroorlog. Dialoog promoten. Ja, en daarin ook streng zijn. En met andere woorden, dialoog is niet zomaar alleen een naïef iets. Ja. Dat is wel degelijk ook zeggen dat je de krachten die constructief zijn, dat je die echt wil ondersteunen. Dank u. Wat zegt u over Syrië? Zoals meneer Van Akker iets terecht heeft aangehaald, Steven Van Akker, wat betreft buitenlands beleid, kan ik enkel maar ondersteunen hetgeen dat Steven Van Akker heeft gesteld. Maar wat betreft het binnenlandse beleid heb ik wel toch enige toevoeging te formuleren. Het is zo dat ik denk, ook als advocaat, als jurist, dat we de nadruk moeten leggen op preventie. Preventiebeleid is van essentieel belang. We komen terug tot hetgeen dat we reeds hebben gezegd, ouderparticipatie. Wij moeten de ouderen, de ouders, de middenveldorganisaties en zeer zeker ook de moskeeën. De moskeeën zijn een zeer belangrijk platform om inderdaad een tegenpool, een tegenwerking te bieden tegen inderdaad die Syrië-exodische, heel veel jongeren van eigen bodem vertrekken naar Syrië, terwijl ze daar inderdaad niks te zoeken hebben. Maar wij moeten als overheid ook inderdaad investeren op dat preventie om ervoor te zorgen dat we geen Syrië-strijders meer hebben van eigen bodem in Syrië. Hè. Ik denk dat we preventief moeten optreden, dat we inderdaad zowel justitie als de politiek, als de lokale overheden, als de dienstwelzijn, sociale zaken, dat we allemaal de handen in elkaar moeten steken om ervoor te zorgen, hoe kunnen we inderdaad er het best voor zorgen dat de jongeren hier blijven. Maar ik denk dat de problematiek niet kan losgezien worden, zoals Steven Van Akker terecht heeft gezegd, van onderwijsopleiding, werkgelegenheid, omkadering. Inderdaad, zeer terechte opmerking. Ja, werkgelegenheid. Jongeren willen werken en ze vinden geen werk. Mm-hmm. Daarna worden ze beïnvloed door criminele bendes, drugsverdelers. Wat betreft? En ik weet niet wat. Die zoeken werk. Even... Ik zie cijfers van 13.686 jongeren die eigenlijk koortsachtig op zoek zijn naar een job, maar die vinden geen job. En ook discriminatie enzovoort. Ze zeggen van ja, ik kan geen job vinden. Ik ben de eerste om te stellen dat werk de beste mogelijke vorm tot integratie is. Ja. Met werk komt je tussen de andere mensen. Door middel van werk kom je in een circuit waar arbeidsattitudes ook aanleert en tegelijkertijd ook in sociaal contact komt met uw medeburgers. Dus werk is van essentieel belang. Wij als partij, ook CD&V, wij ikzelf ook, staan inderdaad voor een activeringsbeleid, voor een positief activeringsbeleid. We willen jongeren inderdaad aan hun werk hebben. Wij kennen de cijfers van jeugdwerkloosheid evenzeer. We willen daar ook in investeren. Door bijvoorbeeld in te zetten op stageplaatsen. Al jongens, schoolverlaters moeten ervoor gezorgd worden. Wij moeten inderdaad ook hulp gaan zoeken, of geen hulp, steun gaan vragen naar de
naar de bedrijfsleiders om ervoor te zorgen van neem alsjeblieft de jonge schoolverlaters op in uw systeem van stagebegeleiding. Dat van essentieel belang is, want het kan een win-win situatie zijn. Op middellange termijn kunnen dat perfect evolueren tot zeer goede arbeidskrachten voor desbetreffende onderneming. Een tweede voorbeeld die ik toch zou willen toevoegen, is dat we als partij, u hebt daar juist naar voren gebracht, dat u zegt dat er een beperkt aantal arbeidsplaatsen zijn. Wij leven inderdaad in een conjunctuursysteem of in een economische conjunctuur die negatief was de laatste 5 jaar. Mm-hmm. Maar wij evolueren gelukkig ook positief in de positieve zin. Dan denken wij als er nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd en onze economie inderdaad aantrekt, denk ik persoonlijk dat we er ook moeten voor zorgen dat die sociale ongelijkheidskloof die ook aanwezig is op de arbeidsmarktvloer, dat die wordt weggewerkt of gedeeltelijk wordt aangepakt. En wat pleiten wij? We pleiten bijvoorbeeld voor slimme streefcijfers. Slimme streefcijfers zijn streefcijfers waar wij zeggen dat we inderdaad categoriaal, dus per categorie en ook per regio als het ware, moeten voor zorgen dat een aantal personen van mijn etnisch-culturele achtergrond ook opgenomen worden in die arbeidsmilieus. En dan moeten we als overheid, zowel de Vlaamse overheid als de federale overheid, onze verantwoordelijkheid nemen en een goede voorbeeld stellen. En inderdaad effectief zodat die slimme streefcijfers worden geïmplementeerd. En het is geen dode letter, hè, die slimme streefcijfers. Wij pleiten ervoor dat in samenwerking met onze sociale partners natuurlijk een CAO-boot wordt opgenomen in de Nationale Arbeidsraad. Of in de internationaal professioneel akkoord wordt afgesloten, maar in samenwerking met onze sociale partners. Dat zijn 2 of 3 belangrijke elementen die wij als partij ook willen ondersteunen in ons strijd inderdaad tegen die jeugdwerkloosheid. En als ik even tot slot zeer kort mag toevoegen wat betreft de ongelijke behandeling of discriminatie. Wij als partij pleiten voor een nultolerantie ten opzichte van discriminatie. In de huisvestingsmarkt, de arbeidsmarkt, het onderwijs, ongeacht wat, wij pleiten voor een nultolerantie. En ik denk dat we daar ook moeten op inzetten. Dat we inderdaad moeten evolueren naar een maatschappij. En dat is eigenlijk mijn droom. Hè. Als ik zeg, I have a dream. Mijn droom is een maatschappij waar we allemaal gelijk zijn. Mijn droom is een maatschappij waar één ieder, ongeacht zijn etnische afkomst, zijn geloofsovertuiging, samen met elkaar inderdaad kunnen door dezelfde deur gaan en samen met elkaar ook deelnemen aan de maatschappij. Dus maatschappelijke participatie door onderwijs, tewerkstelling, welzijn, hobby, vrije tijdsbesteding. Dat is inderdaad mijn droom. En wij hopen dat wij, en ik hoop daarmee ook, door mij ook kandidaat te stellen voor CD&V in Oost Vlaanderen op de Vlaamse lijst, om mijn steentje daaraan te kunnen bijdragen. Zeer goed. Meneer Van Akker, hoe de economische situatie van België? Ik wil eerst eens even zeggen dat als je kijkt hoe we de crisis hebben aangepakt, de crisis die sinds 2008 al die Europese landen enorm hard heeft getroffen, dat het toch nog eens de moeite is om te onderlijnen dat we door die crisis zijn geraakt in België met hogere groeicijfers, met lagere werkloosheidscijfers, met betere overheidsschuldcijfers dan de andere landen in Europa. En veel partijen van de oppositie neigen ertoe om te zeggen, want het was allemaal nog te weinig of te laat en wij zouden dat veel harder hebben aangepakt. Men heeft dat in Nederland geprobeerd, een keiharde aanpak. En daar heeft men de groei ineens zien naar beneden gaan, daar heeft men de werkloosheidscijfers zien stijgen. En ik blijf ervan overtuigd dat de manier van aanpakken die we in België hebben gehanteerd, waarbij we stapsgewijs vooruitgang hebben geboekt, dat dat voor heel veel gezinnen de kans op het voortzetten het hebben van de job veilig gesteld heeft. Los daarvan, en ik wil mee ondersteunen wat Abderrahim Lalali hier daarnet vertelt. Wanneer wij de Europese doelstelling van meer mensen moeten participeren aan de arbeidsmarkt, wanneer we die willen realiseren, dan zijn er heel veel mensen die horen, oh, we gaan allemaal langer moeten werken. Ja, misschien zal er een beetje langer moeten gewerkt worden, maar vooral moeten we ervoor zorgen dat mensen die vandaag niet aan de slag zijn, dat die ook mee participeren aan het arbeidsproces, want dat haalt natuurlijk die statistieken nog veel, veel sneller omhoog als je iemand kunt activeren die vandaag niet meedoet aan de arbeidsmarkt. En daar is België eigenlijk, als je het vergelijkt met de rest van Europa, niet zo goed in. Er zijn categorieën, we hebben ze daarnet genoemd, die om redenen die men onvoldoende kan verklaren op basis van bekwaamheid of talent of opleiding, niet participeren aan de arbeidsmarkt. En dus daar is nog altijd werk aan de winkel om te zorgen dat alle talenten gebruikt worden. Dus ik denk dat we daar niet flauw mogen over doen. We hebben de komende jaren nog wel wat werk om dat economisch herstel een feit te laten zijn. Ik denk dat we het ergste van de crisis achter de rug hebben. Herinner u, niet lang geleden waren er nog mensen die zeiden, het is niet de vraag of de euro uit elkaar spat, het is alleen maar de vraag wanneer dat zal zijn. Dat is allemaal niet uitgekomen. Hè? Dus men heeft, onder andere onder leiding van christendemocraten in Europa, Herman Van Rompuy, een voorman van CD&V, is erin geslaagd om de 28 lidstaten op een manier die gerust ook
ook wel wat kritiek van anderen kan verdragen, maar is erin geslaagd om die crisis tot een goed einde te brengen, of in ieder geval ons uit die crisis te halen. En we zullen de komende jaren moeten voortzetten en vooral ervoor zorgen dat we na 25 mei niet opnieuw, zoals bij de vorige federale verkiezingen, in een langdurige periode komen van instabiliteit en van incapaciteit om een coalitie te vormen. Eén ding is duidelijk, de twee mensen die hier zitten horen tot een partij die het gewoon is om verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid nemen tijdens crisistijden is niet gemakkelijk. Ja, het is niet gemakkelijk. En het is soms gemakkelijker om aan de kant te gaan staan en te zeggen van, ik ga een ander het werk laten doen en ik zal kritiek hebben op diegene die daar het werk doet. Wel, we zijn zo niet. Wij weten dat we kritiek kunnen krijgen als we verantwoordelijkheid nemen, maar we durven eigenlijk ook aan de mensen te beloven, als men ons het vertrouwen geeft, dan gaan we er ook voor en dan zullen we ons uiterste best doen om de komende jaren, zowel Europees als federaal, als Vlaams, waar Abderrahim kandidaat is, om daar blijvend ons best te doen. Hoge werkloosheidscijfers. Als ik daar één ding nog aan zou moeten toevoegen, inderdaad ook wat betreft die hoge werkloosheidscijfers. Hè. We streven eigenlijk naar kwaliteitsvolle jobs. Kwaliteitsvolle jobs. Inderdaad, zeer goede opmerking, geen minijobs. Minijobs zijn voor ons inziens en ook voor onze partij eigenlijk geen kwaliteitsvolle jobs. Ze zijn inderdaad op middellange termijn, of dat zijn zeer korte termijn jobs die geen zekerheid bieden, geen zekerheid op middellange termijn. We moeten investeren, inderdaad, het aantrekken van de economie moet tegelijkertijd zorgen voor kwaliteitsvolle jobs en inderdaad zorgen voor een match. Dat, met een matching daarmee bedoel ik dat de jongeren die wel afstuderen, die wel beschikken over de nodige capaciteiten, dat hun wel op het juiste moment de juiste arbeidsplaats zouden kunnen innemen. En dat is zoals ik daar eens ook heb gezegd wat betreft de jeugdwerkloosheid. We willen daar absoluut ook in investeren door de VDAB te versterken. Hè. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling moet versterkt worden. De vacatures moeten een betere doorstroom krijgen naar die doelgroepenbeleid. En wij moeten inderdaad een actief doelgroepenbeleid voeren, omdat, zoals Steven Lakke terecht heeft gesteld, wij ook niet de beste leerlingen zijn van de klas. Voor wat betreft de activering van minderheden in Vlaanderen, in Brussel, in België. Dat is inderdaad een zeer belangrijk element waar we ook absoluut op zouden willen inzetten. En het beperken van werkloosheid in duur? Wel, het is zo dat onze partij, ook in het Inesto-congres, ook in onze programma, staat dat we tegen een beperking zijn van de werkloosheidsuitkering in duur. Ik zal u ook zeggen waarom. Andere partijen daarentegen zijn pleitbezorgers voor inderdaad die mensen die langdurig werkloos zijn, om ze na 2 jaar, de ene partij, de andere partij na 3 jaar, reeds in een armoedssituatie te laten storten. Daarmee bedoel ik hun door te verwijzen naar de OCME's. Maar wat men vergeet ook te zeggen, wat belangrijk is voor het publiek om ook te weten, is dat die OCME's gededen te lasten vallen van de lokale besturen. Dus die andere partijen zorgen direct voor de verarming van de lokale besturen. Waardoor we inderdaad op lokaal vlak niet kunnen inzetten op andere factoren die wel van belang zijn voor het versterken van de sociale cohesie van de bevolkingsgroepen binnen de lokale besturen. Dus wij zijn tegen, absoluut tegen een beperking van de jeugdwerkloosheid op termijn, beperking in tijd of in duur. Maar wat we wel opleiden, dat was vanaf dag 1 keihard werken om die jongeren inderdaad wel aan de bak te krijgen. Ja. Om die jongeren wel via de VDAB, via bemiddeling, een juist competentiegerichte arbeidstewerkstellingsplaats te laten invullen. En dat is uiteraard onze prioriteit. En onze prioriteit gaat niet naar het mensen stigmatiseren en al dan niet een huis laten verkopen zoals andere partijen beloofd te doen natuurlijk. Ze beloven of ze zeggen dat we als voorwaarde zullen stellen dat men de huis moet verkopen. Dus een garantie op een zekerheid naar de toekomst toe. Een ander element, tot slot, als ik zou mogen toevoegen, is dat wij ook pleiten voor het feit dat binnen de 4 maanden iemand die een pas afgestudeerde of iemand die inderdaad werkloos komt te worden, dat ze binnen de 4 maanden intensief worden begeleid om zorg te activeren in het begin. Want daar liggen inderdaad de pijnpunten. We moeten in het begin keihard werken om die mensen inderdaad te activeren. En moeten we daar inderdaad ook met verschillende actoren rond tafel zitten om ook een beleid, eigenlijk een masterplan voor die jongeren uit te werken. Ik ben daar absoluut ook een pleit bezorgd. Huisvesting, meneer Van Ankeren. Veel mensen hebben nog probleem met een huis te vinden of te huren. Ja. Voornamelijk vooral de taaltest zo in Brussel. Daar. Over de taaltest is heel veel verteld geweest. Ja. Hè? Men heeft zeker in Franstalige media gedaan alsof er een soort voorwaarde werd opgelegd. Ja. Het ging eigenlijk meer over datgene wat daarnet ook al verteld werd in het kader van het werk. Wij willen gerust zorgen dat we kansen geven aan mensen, maar er moet iets kunnen tegenoverstaan, een inspanning kunnen tegenoverstaan. Ja. En dus taaltesten zijn zeker geen manieren om mensen uit te sluiten. Het zijn manieren om mensen sterker in de richting van de integratie te brengen. Het heeft meer te maken met een inspanning dan met iets anders. Nu, over dat wonen.
Ik denk dat iedereen die in dit land woont, droomt van een eigen huis. Is trouwens een beleid dat sinds de Tweede Wereldoorlog enorm is aangemoedigd geweest. En ik denk dat we moeten erkennen dat vandaag meer dan ooit, nu we haast volgebouwd zijn, dat we moeten inzetten op het verbouwen van woningen, nog veel meer dan op nieuwbouw. En dat is iets wat zeker de collega's van het Vlaams Parlement heel goed kunnen uitleggen. Wat wij willen doen met de woonbonus, dat is hem behouden en ervoor zorgen dat die vooral wordt ingezet voor verbouwingen van woningen. Ik dank u, meneer Van Akkeren. Meneer Lally, u komt op in Vlaamse, in West-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen. Ja, uw laatste woord. Waarom moeten wij voor CD&V kiezen? Ik ben absoluut een persoon die voor CD&V... Ik heb bewust voor CD&V gekozen, omdat CD&V een partij is... Waarom moeten wij op CD&V stemmen? Ik zal u ook zeggen waarom ik gekozen heb voor CD&V en dat het belangrijk is om op CD&V te stemmen. CD&V is de enige echte volkspartij. Een volkspartij waar ieder ook in thuis mag zijn, ook in thuis is. We willen inderdaad economische groei, maar zonder sociale afbraken. Daarom dat ik ook zou willen vragen van stem op CD&V in Oost-Vlaanderen. Uiteraard op de andere kandidaat, maar ook op mij, Vlaamse lijst nummer 11, maar ook op een andere Magrebijnse... Provincie. Ja, provincie Oost-Vlaanderen, als ik ook mag even toevoegen. Ja. Een andere Maghrebijnse die ook opkomt, ook een advocaat, ook een hoogleraar in fiscaal recht, Selm El Moussaoui, komt op de Kamerlijst, ook in Oost-Vlaanderen, op nummer 14. Dus ik zou zeggen, stem op ons en stem absoluut ook op onze lijsttrekkers en op Steven Van Akker, Europa voilà, meneer plaats 3. Van Akkeren, u komt op Europees Parlement. Ja. Dat waarom wil zeggen, moeten wij voor u stemmen? Dat wil zeggen dat al de mensen die in al de 5 provincies of in Brussel wonen allemaal op dezelfde lijst kunnen stemmen voor mij. En ik hoop dat men voor mij stemt of dat men voor CD&V stemt omwille van het feit dat wij een partij zijn die nog altijd gedreven blijft door waarden, die niet bang is om ten aanzien van de levensovertuigingen van de mensen te zeggen dat moet een plaats hebben, die veel aandacht schenkt aan het gezin en die bijzonder belangrijk vindt dat mensen samenwerken in plaats van mensen uit elkaar te drijven. Heren, en ik denk dat we dat nodig hebben in Europa. Heren, ik bedank jullie voor jullie komst naar de studio. Beste kijkers, dank u tot de volgende keer. Dag. Dag.